whisky nummer 2 van de introductietasting Schotse Single Malts. En dan komen we bij een specifieke distillerij, Glen Grant, uit. Een distillerij die veel al produceert voor de blended industrie, waar dat zeer weinig single malts van te vinden zijn. Als ze als single malt te vinden zijn, en met name laat me dan zeggen single cask, dat is iets waar je na deze tasting een beetje naar zou kunnen toewerken. Maar als single cask sublieme whiskies al heeft gebotteld. Dit is geen single cask, wel een single malt. Dus nog altijd één distillerij, Glen Grant, nog altijd 100% gerstenwhisky. Maar dit is een mix van verschillende vaten, omdat dit een commerciële botteling is, zal ik zeggen. Dus een botteling die dat jaar in jaar uit gebotteld wordt. Ook weer op 40%, net zoals voorgaande Ochentoschen op 40% gebotteld was. En ook weer opnieuw een bourbon cask rijping. Ideaal om ze te vergelijken. Hè? Zelfde basisproduct, zelfde alcoholpercentage, zelfde vatrijping. En toch gaat deze verschillen ten opzichte van uw Ochentoschen. Ik heb mijn glaasje van de Ochentoschen er ook nog bij gehaald. Zodat ik dadelijk eens een keer kan vergelijken. En als we juist bij zoete fruitigheid zaten, bij de Ochentoschen. Als ik hier aan de Glen Grant ga ruiken, komt dat onmiddellijk het fruit al tegemoet. En dat is iets waar dat Glen Grant ook wel veel ervaring mee heeft met redelijk fruitige spirit te produceren. Het is trouwens een distillerij die opgericht is in 1840 door James en John Grant. Probeer tijdens mijn uitleg je altijd wel al voldoende te ruiken om specifieke dingen op te vatten of op te merken om zo dadelijk te kunnen vertalen in woorden. Het blijft heel fruitig op geur. En het heeft, zoals je daar Jonagold appeltjes had bij de Ochentoschen. Ja, ruikt veel zoeter. Dan heb je hier zo wat de Granny Smith appeltjes. De veel frissere, zuurige appeltjes. Poire Eau de Vie heb ik hier ook in. En als het naar iets zoet fruit gaat, gaat het naar ananas toe. Geen jonge ananas, maar echt een goede rijpe ananas. Ja. En wat ik ook heb, zo van die citrusvlam. Zo van die citruspudding. Heel aangenaam op geur. Gaan we eens proeven. Mocht net, zoals bij de wijn, lucht slurpen bij de whisky. Smaak een beetje moeilijker. Er zit iets gelijkaardig van de geur in de smaak te herkennen. Maar ik vind hem redelijk kort, de smaak. Begint wel mooi fruitig, is ook heel heel zacht. Dan zat dit geen drievoudige distillatie is. Op de afdronk heb ik wel iets meer scherpte dan bij de Ochentoschen. Ik ga nog eens opnieuw proeven. Zeer zacht. Ook die romige structuur. Die ananas en die vanille overheersen mij op smaak. Maar het is niet extreem. Dan zou het al wel wat hoger in uw alcoholpercentage mogen. Dit is natuurlijk gereduceerd tot 40%. Er zit een hele hoop water bij, wat ze zelf ontzieten bij Glen Grant doen. Ik geloof dat ze hun eigen botteling ook doen. En dan de afdronk. Daar zit iets meer kruidigheid in. Kruidigheid puur van het eikenhout afkomstig. De karamel blijft mij wel wat plakken. Zoveel te meer dat je nipt, wat ik nu gedaan heb, zoveel te langer blijft hem uiteindelijk ook wel in de afdronk hangen. Dus, nog eens vergelijken met de Ochentoschen. Ruikt deze toch veel zwaarder dan deze. Nu is de Ochentoschen ineens zoet. En de Glen Grant blijft heel fruitig voor mij. Dus, vergelijk die twee al eens. Om zelfs over te gaan naar een Glenkinkie, dan gaan we opnieuw met bourbonvat zitten, maar toch weer iets een andere hoek aan.
Laat hem smaken.